Hallo, mijn naam is Job van der Bijl en vandaag gaan we weer lekker koken. Vandaag gaan we de nasi goreng maken zoals de afhaal-Chinees die maakt. Er is heel veel belangstelling voor, ik krijg heel veel vragen, dus vandaar dat we dat recept vandaag gaan maken. Ik heb een recept voor 1 kilo rijst. Het is misschien wat veel als je een minder groot gezin hebt, maar goed, ik hou van grote hoeveelheden. Dus voel je vrij om te halveren, dan moet je alle ingrediënten halveren. Ik heb hem gisteren gekookt en dat is belangrijk als je nasi goreng maakt, zoals de Chinees die maakt. Als je die droge korrel wilt, moet je hem echt een dag van tevoren koken en laten afkoelen. Anders dan krijg je kleffe nasi en dat willen we niet. Als je een halve kilo kookt, dan hou je ruim 1 kilo over, dus dat is prima. De rijst die we hiervoor gebruiken is long grain rijst, oftewel langkorrel rijst. Daar kun je Surinaams of Amerikaanse voor gebruiken. Het is eigenlijk de gewone standaard rijst. En die is daar prima voor. Ik gebruik geen basmati of geen pandan. Pandan is te plakkerig. Dus gewoon de long grain rijst is heel geschikt. Negatief rijstadvies is: gebruik geen toverrijst of snelkookrijst. Want die is al helemaal doodgekookt. Zit geen smaak meer aan. En die is onnodig duur. Dus dit is de voordeligste en lekkerste rijst. 1 kilo, gaan we mee aan de slag. Nasi goreng van de afhaal-Chinees is eigenlijk een heel makkelijk recept, wat heel snel te maken is. En je gaat straks achter elkaar door, dus het is belangrijk dat we alle ingrediënten vast even klaarzetten, zodat we straks boem boem achter elkaar door kunnen werken. Ik begin met een stukje vlees. Dat is het babi pangang vlees, wat ik in een ander recept heb gemaakt. Het babi pangang recept uiteraard. Heb ik 1 plak van bewaard. Als ik dat maak, dan maak ik altijd een hele hoeveelheid en die vries ik in plakken in. En voor dit recept heb ik 1 plak nodig. Vroeger deed de afhaal-Chinees dat ook in de nasi, maar al jaren doen ze dat niet meer. Ze zijn wat aan het bezuinigen, denk ik. Maar ik doe het wel, want ik hou van een goed gevulde nasi goreng. De nasi goreng die we nu maken smaakt als die van de afhaal-Chinees, maar is eigenlijk veel beter gevuld. Dus ik begin met die in kleine stukjes te snijden. Vlees geeft ook een lekkere smaak eraan, dat hij gekruid is. En wat ik er doorheen doe is ham. Ik heb een pakje ham van 150 gram. Ik heb ook even een stukje snijden. Ik bewaar 1 plakje voor later en dat zie je straks wel waarom. Dan snijden we ook even in kleine stukjes. Zo. Vervolgens de prei. Meestal gebruik ik gewoon 1 dikke prei, maar ik had alleen wat dunnere, dus dan neem ik 2 dunne preitjes. Ik hou van dat die lekker groen is, dus die gaan we eventjes in stukjes snijden. Het buitenste blad haal ik er sowieso even af. Het ergste donkergroen haal ik ook eraf. En dan moeten we even schoonmaken. Dat doe ik als hij nog heel is. Kijk, hij is zo afgeplat. Als je hem hier in het platte gedeelte insnijdt, tot ongeveer halverwege, al het vuil en de modder, dat zit in dit gedeelte. Dus als je dit schoonmaakt, dan is hij gewoon schoon. Even onder de kraan houden. Dan snij ik ze even helemaal door midden. Snijd dit in halve ringetjes van een kleine centimeter breed. Zo. Dan gaan we even een eitje kloppen. 4 eitjes. 2, 3, 4 maal. Je weet, een ei hoort erbij. Kloppen we even een beetje los met een vork. En dan kunnen we gaan beginnen.
Alles is gesneden, alles staat klaar, dus nu kunnen we beginnen met nasi te bakken. Goreng betekent gebakken en nasi betekent witte rijst, dus het is eigenlijk gebakken rijst. Ik gebruik vandaag een hapjespan. Je kunt natuurlijk ook een wok gebruiken, maar waarom zou je, als je geen wok hebt, kun je toch nasi maken? Of nasi goreng eigenlijk. Maakt eigenlijk helemaal niks uit. Ik heb een hele grote, want het is best wel een grote hoeveelheid rijst. Als je de helft gebruikt, kan je ook gewoon een maat gebruiken. Ik doe 100 milliliter zonnebloemolie in de pan. Wacht even tot de olie een beetje heet is. Dan kunnen de eieren in de pan. En dan gaat dat een beetje rolbakken. Zo is eigenlijk prima. Het hoeft niet helemaal doorgebakken te worden. Dat doen we wel met de rijst erbij. Ik doe nu de rijst in de pan. Ik ga dit even rustig omscheppen en bakken. Dus dan kun je het ei een beetje wat kleiner maken. Ik heb de rijst gisteren al met wat zout gekookt. Maar hij moet eigenlijk nog wat zouter. Sowieso. Dus ik ga de volgende ingrediënten toevoegen. Zout. Ik doe een half theelepeltje. Je mag ook naar smaak ietsje zouter maken. Ik probeer niet te zout te maken. En wat heel belangrijk is in Chinese gerechten is pitsin, oftewel MSG. Oftewel smaakversterker E621, mononatiumglutamaat. Ajinomoto wordt het ook wel genoemd in Suriname. Dat is eigenlijk de belangrijkste smaakmaker in de Chinese keuken. Dus van afhaal Chinees. Doe ik een theelepeltje erin. Het is een heel controversieel product. Heel veel mensen zeggen dat ze er last van hebben. Mocht je er niet van houden, gebruik het gewoon niet. Alleen je krijgt de nasi dan niet helemaal zoals de afhaal Chinees die maakt. Maar dan moet je dat helemaal zelf eten. De kok bepaalt. Het is geen exacte wetenschap. Koken is toch altijd interpretatie. Alleen vandaag proberen we de nasi van de afhaal Chinees na te maken. En dan hoort er E621 in fit zien. We kunnen nu het vlees erbij gooien. De ham en het babi pangang vlees. Met de prei wacht ik nog eventjes, want ik vind het lekker als de prei nog een beetje knapperig is. Dus die doe ik er echt zo laat mogelijk in. Goed, hou je niet van knapperige prei, dan gooi je gewoon lekker wat eerder erin. Dan kan hij er nu bij in. Ik wacht er eigenlijk altijd even zo lang mogelijk mee. Dan krijg je een mooie, frisse, groene, knapperige prei. Verder nog even op smaak maken met sojasaus. Dit is de Chinese light soy sauce. Je hebt ook dark soy sauce. Die is dikker, donkerder en zoeter. En dit is de zoute variant. En dan doen we 1 eetlepel in. Doe ik ook nog een klein beetje witte peper doorheen. Een beetje. En dan kan de prei erdoor. Het zal even meegebakken worden. Het moet helemaal rauw zijn. En net nog knapper. Nou, dan heb je al met al toch nog een behoorlijke volle pan. En deze smaakt net als van de afhaal Chinees, maar je ziet het, hij is veel beter gevuld. Veel meer vlees, veel meer ei, veel meer ham, veel meer prei. Dus minstens net zo lekker. Ik
veel meer dingen moet je er niet in gooien, anders dan wordt het een heel ander gerecht. Maar dit is wel zo lekker. En nu op het laatst doe er nog even een halve eetlepel ongeveer sesamolie bij. En dan is hij helemaal af. Ik doe hem nog even goed door elkaar en dan is hij klaar. Kijk eens, dat is hem. Tada! Kijk, nou zijn we er bijna. Kijk, ik zei dat we het plakje ham moeten bewaren. Daar gaat het plakje ham. En wat ik nu nog mis is het eitje, dus die gaan we nu even maken. Een klein pannetje met royaal olie, warm gemaakt, eitje erin. Die bakken we niet te heet, dat hij niet helemaal bruin wordt. Dus daarom in royaal olie niet te heet bakken. En dan de bovenop. Nou, dat is hem. Toch? Deksel erop. En dan heb je portie nasi van de afval Chinees. Nou, dit is toch hartstikke lekker. Ziet er heel smakelijk uit. Wat beter gevuld dan van de afval Chinees. Maar goed, dat bepaal je zelf. En het eitje is wat minder hard gebakken dan dat je daar krijgt. En nou, dit kan je dan serveren lekker met bijvoorbeeld zelfgemaakte babi pangang. Kijk in mijn andere recepten. Of met fuyang hai of chap choy. Of gewoon zo is eigenlijk al een complete maaltijd. Dus ik zou zeggen, eet smakelijk. Vond je dit nou een leuk recept? Like dan deze video en abonneer je op ons kanaal. Dan blijf je op de hoogte van alle andere leuke recepten die we nog gaan plaatsen. Tot ziens!